De werkloosheid stijgt. Het aantal werkzoekenden was in jaren niet zo hoog als nu. De laatste werkloosheidscijfers lieten 8,1% van de beroepsbevolking als werkloos zien. En op dit moment komen er op maandbasis zo'n 20.000 werklozen bij. Dus het is een forse stijging en ook een forse werkloosheidspercentage. Maar hoe ver gaan deze werkzoekenden in hun zoektocht naar een nieuwe baan? Nou, u ziet het, ik kom net van de UWV-kantoren. Ik ben eigenlijk elke dag mee bezig. En ook op het internet ook allerlei advertenties bekijken. En dan naar mogelijkheden kijken die bij mij passen. Ik ben ongeveer een jaar werkloos, want ik heb in Utrecht bij het GVU gewerkt. En dat was allemaal via het uitzendbureau, maar ik ben gewoon nu weer ingeschreven. Sta ik ook weer ingeschreven en ik ben gewoon op zoek. Op dit moment zijn er dus ongeveer 640.000 werklozen, terwijl er 100.000 vacatures openstaan. Dus op elke vacature zijn er 6 werklozen. Als je dat vergelijkt met vorig jaar, toen waren er 4 werklozen op elke vacature. En in de goede jaren waren het er zelfs minder dan 2. Dus dat geeft wel aan hoe lastig het is voor die werklozen om een baan te vinden. Bent u eventueel ook bereid om te verhuizen? Nee. De realiteit van verhuizen is dit. Verhuizen kost geld. En ik denk niet dat dat een stap is die ik of dat wij dan zomaar willen ondernemen. En het kost heel veel tijd en energie. Dat is in de praktijk heel moeilijk uitvoerbaar. Economische belangen gaan voor. Als je werk hebt, dan heb je tenminste inkomen en kan je huur, gas en licht en betalen en dergelijke. Dus verhuizen is geen probleem. Mag door heel Europa.